In het coalitieakkoord en de begroting is afgesproken dat er een toeristenbelasting komt in Arnhem. Hoe ziet het voorstel eruit en van wie komt het idee? Kunnen we even uitleggen, de knop van hoe ziet het voorstel in elkaar? Ja. Nou, even terug, ik heb het over de herinvoering. Hè. We hebben het al een keer eerder ingevoerd, we hebben het een keer afgeschaft. Toen bleek dat wel heel veel ondernemers ook het wel handhaafden, maar niet afdroegen. Dus hebben we gezegd, nou, dan kunnen we beter gewoon weer invoeren. En wat we nou in het voorstel hebben staan, is van het basisprincipe 2 euro per persoon per nacht. En ja, wat ik zie bij hotels bijvoorbeeld, hè, dat zijn net vliegtuigmaatschappijen geworden, die variëren hun prijs per nacht. Daar zijn we heel simpel in, hebben we één lijn voor getrokken, al dat soort dingen, 2 euro per persoon. Per nacht doe je ook voor iedereen, dan is het ook gelijk voor iedereen, weet iedereen waar die aan toe is. Maar we hebben gezegd, er zijn nog wel een paar categorieën, die willen we ontzien. Niet bang dat deze belastingtoerist heeft veel afschrikt, dat we minder mensen naar de stad trekken? Nee, dat ben ik niet zo heel erg bang voor, ook omdat je ziet dus dat in heel veel gemeenten toeristenbelasting niet is afgeschaft en ook dus niet weer heringevoerd hoeft te worden. Meneer Elfrink, hoe kijkt u aan tegen de herinvoering van toeristenbelasting? De gemeenteraad heeft besloten om de toeristenbelasting weer in te gaan voeren. Dat hebben ze besloten bij de begroting. Die brengt dus geld op. Dus als je die nou zou gaan schrappen, wordt het tekort wat we hebben nog groter. Ik heb de verkiezingsprogramma's erop nageslagen. In niet één verkiezingsprogramma staat de invoering van de toeristenbelasting. Maar hij is wel ingebracht door één partij aan de coalitieonderhandelingen. En daardoor is uiteindelijk het voorstel ook gekomen. Want het staat in het coalitieakkoord. Die partij dan noemen, dat gaat om GroenLinks. Hè? Dat bracht u vanavond ook in. Ja, en het bijzondere is, ze hebben 9 speerpunten benoemd tijdens die onderhandelingen. En één daarvan was invoeren toeristenbelasting. Staat niet eens in het verkiezingsprogramma. Zie je een beetje als verkiezingsbedrog? Ja, denk ik wel. Want ik denk dat er ondernemers zijn geweest in Arnhem die op GroenLinks hebben gestemd. Toeristenbelasting dadelijk moeten gaan betalen. Die op GroenLinks hebben gestemd met het idee van, nou, die partij gaat geen toeristenbelasting heffen, want het staat niet in hun programma. Blijkt het nu opeens speerpunt te zijn geweest. Het was er vroeger, het is toen afgeschaft. Vervolgens hebben we dus weer tijdens dit coalitieakkoord besproken met z'n allen. En dan zijn we over eens geworden dat het weer geherintroduceerd moet worden. Hartstikke mooi. Alles dat boven de 6 ton komt, het surplus, komt ten goede aan de ondernemers in de toeristenbranche, omdat zij op deze manier zeg maar gebruik kunnen maken van surplus, van fondsen die dus beschikbaar komen, waar ze anders uit eigen zak zouden moeten financieren. Was eigenlijk in de basis de reden dat u het belangrijk vond dat die toeristenbelasting weer heringevoerd werd? Alle Arnhemmers betalen belasting zeg maar, om de stad in orde te houden. Dus we vinden ook een kleine moeite dat de toeristen ook een steen bijdragen. Ja, nou wordt door de collega van de SP vanavond benoemd, ja, het staat in geen enkel verkiezingsprogramma, ook niet in dat van u. En u brengt het toch in. Vindt u die kritiek terecht? Mijn collega van SP is van mening dat wij dit eigenlijk als een paradepaardje hebben neergezet. Maar dat is dus niet het geval. Er is een pakket van afspraken tot stand gekomen vanuit het coalitieakkoord. Eén daarvan is dit dus geweest, de toeristenbelasting. Ja, je kan je dus afvragen, voor de een is het een pijnlijk iets, want je moet meer geld betalen. Voor ons is het een goede maatregel, want zo kunnen we de stad proper houden. In de komende weken zal de gemeenteraad het besluit vaststellen.